ik wil wel even van het moment gebruik maken dat ik hier er wel even de pingpongkampioen ben. Oh, vertel eens even. Was er een competitie gaande? Ja, was echt even een pingpongcompetitie gaande. Echt een heftige strijd ook. Heftige strijd. En was dat dan... Maar die zware... Ja, hij was getuige. Hier. Toch? Kun je even bevestigen dat ik hier de pingpongchamp ben? Nee. Maar was er dan een strijd tussen de koperblazers en een andere stemgroep of zo? Nee, violisten versus hornist. En daarna nog violisten versus hobbelist. Ja. Ja. En wie was het slechtst? Nou, Luc was echt heel erg slecht. Maar eigenlijk, je wil ook niet van haar winnen. Nee, want dan... Ze is wel boos als ze wint. Kun je eigenlijk wel eens als ze wint. Nee, maar... Of ben jij misschien het type meisje wat dan 3 dagen lang een vreugdedansje maakt als je hem in de beurt ziet? Ja, precies. Ja, zie je wel. Nee, maar dit komt niet ergens op DVD. Nee. Oké, dan is het goed. Er is voor de rest niemand. Nee. Oh, maar je bent niet hard aan het studeren? Nee, het drama is helemaal klaar. Oh. Je hebt altijd 2 typen mensen. Mensen die vlak voor een examen alles nog in het laatste uur een keer doornemen. En mensen die zich erin berusten. Maar jij bent blijkbaar een van de laatste. Ja. Mooi. Vertel er eens iets over. Dit is het begin van het 5e deel. De ronde finale van na 7. Ik heb het ook. Dat je er niet op, hè?